Op 1 februari werd de Afobaka-stuwdam in de Suriname-rivier gesloten. De laatste schuif werd door gouverneur Curry omlaag gelaten. En toen begon de Suriname-rivier aan de vorming van een stuwmeer dat de waterkrachtcentrale onder aan de dam in werking moet zetten. 110 kilometer ten zuiden van Paramaribo begon op die dag het water tegen de betonnen muur van de dam op te klimmen. En dat betekende tevens dat een groot stuk oerwoud uiterst langzaam onder water begon te verdwijnen. Er woonden in het gebied dat stuwmeer wordt 5000 bosnegers in 28 dorpen. Zij zijn met tegenzin vertrokken naar nieuwe dorpen die voor hen zijn ingericht. Eerst konden ze moeilijk begrijpen dat het gebied waar ze altijd veilig hadden gewoond tot boven de toppen van de bomen onder water zal verdwijnen. Maar nu weten ze wel beter. Het dorp Koffiekamp, dat ongeveer 500 inwoners telde, verdwijnt het eerst. Het kerkje staat blank en tragisch in het wassende water. Dat zal stijgen tot boven de toren die voor generaties van bewoners een baken en een symbool is geweest. Snelle boten varen nu en dan door het verdronken gebied, ook al om te kijken hoe het met de dieren gaat. Net als men bij de aanleg van stuwdammen in Afrika heeft gedaan, bereidt men op het ogenblik al acties voor die de dieren van dit gebied voor verdrinking moeten behoeden. Het water stijgt zonder geweld, maar onafwendbaar. Tot het niveau van het stuwmeer zo hoog is dat het door de dam omlaag stortende water turbines in gang kan zetten die energie zullen opwekken voor Surinames toekomst.